Zo, Anita, we gaan weer op uilenjacht. Ja. Waar zijn we nou weer? Nou, we zijn bij vogelasiel Zomeren, Joost. Dat is ook niet bij de deur. Nee. Hè? En wat gaan we hier doen? Nou, ik wou je in ieder geval een kijkje laten nemen in het asiel en de vogels die er zitten. En met name ook natuurlijk de uilen die hier in de opvang zitten. Natuurlijk. Ja, en straks neem ik ook een paar uilen mee om weer uit te zetten. Dus dan gaan we ook kijken van of ze allemaal eraan toe zijn om uitgezet te worden. En ik heb hier natuurlijk Pepi en Jaap van het vogelasiel. Oké, nou Jaap, vertel eens, wat doen jullie hier eigenlijk? Wij verzorgen hier de vogels die hier binnen worden gebracht door de particulieren door dierenambulances. Dus ze komen binnen, ze worden opgeknapt en ze mogen weer weg. Ja, zo is het eigenlijk. Oké, Pepi, kunnen wij eens een kijkje binnen nemen? Jazeker, komen jullie maar mee. Nou. Zo, eigen personeel eerst. Vertel het maar eens. Nou, wat hier zien jullie dan de ziekenboek. Ja. Hier worden de vogels neergezet die verzorging nodig hebben, die misschien medicamenten nodig hebben, die bepaald voedsel nodig hebben. In ieder geval dat ze weer opgeknapt raken. Mm-hmm. Er zijn een paar voorbeelden hier. Kijk, hier zit een mooie bosuil. Nou, ik zie niet, maar ik neem het van je aan. Hij vliegt niet weg, hè? Kijk eens. Misschien dat je iets meer ziet. Even kijken, wacht even. Hij is wel bijzonder mooi, dus. Hallo, meneer de bosuil. Ja, die hebben we. Nou, bosuilen, steenuilen, kerkuilen, buizels. Het is niet alleen grote vogels, het zijn ook kleine vogels. Anita, die zwaluwtjes, die zijn toch veel leuker dan uilen? Nou, ik moet zeggen, ik vind alle vogeltjes leuker als ze hier zitten. Jawel, maar de uilen blijven natuurlijk speciaal. Mm. Hier zit ook nog een kerkuil, misschien kun je die ook nog even filmen, Joost. We schrijven alles op te gaan, dus... Oh, dat is ook zo'n agressieve buiten uilen zijn dat toch geen andere beesten agressief volgens mij. Nou, alle roofvogels zijn agressief. Het zijn roofvogels. Oh. Je moet altijd oppassen wat je doet. Ja, ja. En de ene vogel reageert zo en de andere zo, dus blijf oppassen. Heb je hem goed vast? Ja. Ja, kijk eens. Niet bijten, hè, jongen. Oh, zo. Dan heb ik mijn lens kapot. Ah, hij is wel mooi als hij niet agressief is. Een steentje erop. Ja, zet hem alweer gauw terug. Deurtje dicht, slotje erop. Zo. Nou, dus dit is de ziekenboeg. En wat hebben we nog meer te doen hier? Nou, dan wil ik dadelijk naar de buitenkooien. Want al die uilen die daar zitten, die hebben in ieder geval de vliegtesten doorstaan. Dat is ook wel belangrijk om te weten als we ze loslaten. Hè? Lijkt me wel, hè. En, de vliegtest. Oké, nou. Zo, Anita. Hoi, Joost. In de uilengevangenis. Moeten we hier zijn? Hier moeten we wezen. Lijkt, het is net een steenhuilen. Het is net een echte cel, hè? Met zo'n luikje hier. Ja, je kunt het luikje hier ook doen. Als je wil, kun je ook hier door filmen. Maar je bent niet bang, hè, Joost? We gaan de kooien zo samen. Bijten ze dan? Is dat van die zo'n grote agressieve? Je kunt klauwen. Nee, dit zijn deze kleintjes. Je moet toch beter opletten, Joost. Steenuiltjes heb je toch vaker gezien? Nou, dit uiltje is in ieder geval oud genoeg dat ik hem uit zou kunnen zetten. Het laatste waaraan je kunt zien dat dit om een jonge uil is, is dat het nog een beetje pluizig is op zijn hoofd, weet je wel. Dat een beetje grijzig nog. Ja. Dus dat bij een volwassen uil is de koptekening bijvoorbeeld weer helemaal ontwikkeld. Oké. Kijken of ik nog eentje kan laten zien om het verschil te laten zien. Oh. Ja. Dat is een aanval. Kijk, zie je het verschil op de kop? Ja. Dit is al meer een volwassen uil. En dit is echt een jong van dit jaar. De gevangenis. Kijk nog eventjes naar de ogen die staan. Ja, die staan maar goed. Ja, de vleugel goed in ieder geval. Hier een, twee. Stiekem verstopt. Oh ja, misschien. Wou je die nou nog vangen? Ja. Even kijken of we zo doen of... Hoop! Kijk, we gaan vaak even de zon zien. Hé, zot! Misschien moet ik even buiten wachten. Nee. Hier komt er niet vanaf, Joost. De pootjes. Zo.
ja, dat is ook eigenlijk allemaal goed, hè, dat we zien dat ze goed kunnen vliegen, dat is wel belangrijk. Oh, dit is de vliegtest. Is dat klaar om te springen? Hop. Zo, nou stop hem maar snel in de kooi. Ik heb hier een hele grote kooi. Ja. Wat gaan we nou weer doen? Nou gaan we een paar bosuilen proberen te vangen en te kijken of ze toe zijn en dan uitzetten. Oké, okay, nou, hop, hop, hop. Een bosuil. Je hebt wel een heel groot schep net. Waar zit die? Hier in het hoekje zit er eentje. Loop maar door, wat? Anders gaat hij naar buiten. Nee, dat mag niet. Binnen blijven. Zo. Hallo. Ik heb hem net gevraagd voor eigen leven, heb ik hem binnengehaald. Als je hem zo zet, dan is het bij je redelijk fijn. Oké, kijk. Jongen, jongen, jongen. Ik zit even... Die kan niet. Heb je nou ook veel? Nee. Kijk, moet dus echt wel een beetje uitbreiden. Ik ga even met zo klein mogelijk maken, dat lijkt me wel zo handig. Ik wou zeggen dat de bosuil de meest agressiefste van allemaal is. Dat lijkt wel, hè? Waarom moet ik hier naar binnen eigenlijk? Had ik niet ergens nog een gaatje kunnen filmen of zo? Lukt het met het filmen? Ja, met filmen wel, maar met mijn lijf en leden weet ik niet. Kijk, ik heb hem nou boven de klauwen. Ik vind wel, als ze een beetje agressief zijn, dat is het wel goed met het uitzetten. Want dan hebben ze meer overlevingskansen, dat is mijn idee tenminste. Oh, ja. Heb je dat zelf verzonnen of is dat wetenschappelijk? Ja, dat heb ik zelf verzonnen, maar ik denk ook dat het gewoon zo is. Ik zet deze erin. En paniek hier. Oish, oish. Ik ben aangevallen, Anita. Ja. Ik kan wel zeggen. Ach, heb je niet aan één genoeg? Oish. Oh, het arme beest. Nou ja, arme beest. Als je hem te pakken krijgt, dan ben ik Lippie. Je bent wel een held, Joost. Oh, ik ben een held. Het is goed dat we geen geur-tv hebben. Zo. Dan gaat hij in de kooi. Hoppa. Leuk hoor. Nou, ik heb u veel geleerd. Kunnen we nu naar buiten? Je wil nu graag naar buiten. Ja, heel erg. Ja. Dan kijk ik toch wel of ik hier nog een paar meer mee. Zo, die beesten zijn helemaal gek, joh. En hier ook al. Kom, ik zet even de camera af en dan ga ik elegant naar buiten. En snel. Nou Joost, dan wil ik je alleen nog even een oehoe laten zien. Oehoe? Ja, dan gaan we naar binnen. Ja. Is ook eens een agressief beest zeker, hè? Nee, dat valt best mee. Oh. Oh, jezus, wat een beest. Zie je dat? Ja. Kunnen we hier blijven staan? Ja, dat wil je liever. Ja, ik zal wel even inzoomen. Moeten we wel even uitkijken dat hij niet wegvliegt. Dit is een Amerikaanse soort. Ja. En hij komt uit de beslaglegging, zeg maar. Hij zegt oehoe. Hij zegt dus het is een echte oehoe, ja. Maar omdat hij het een tamme oehoe was, zeg maar... en het een Amerikaanse soort is, ja, kan hier dus ook nooit meer uitgezet worden. En het is ook wel een beetje een probleem met allerlei uilensoorten. Zeg maar, ja. Met tamme uilen die ontsnappen. Of op bepaalde dingen zijn gekweekt. Ja, ja. En als die zich vermengen met de gewone of de wilde uilensoort. Ja, en deze komt hier gewoon niet voor, dus die komt ook niet meer vrij. Oké. Okay. Ja. We gaan afsluiten. Oké. Okay. Ja? Nou, heel mooi. Ja, ik had eigenlijk nog een boodschap. Ja, oké. Okay. Hebben jullie al die uilen hier gezien en ook nog andere vogels. En wil je het vogelasiel zo steunen, dan kan dat op Vogelvriend. Dan worden we voor €5 per jaar. En dan steun je het goede werk. Ja, dat is voor niks. Ja, dat vind ik ook. En als ze dan die beesten opgesloten houden, dan is dat mij ook wel €5 waard. Oké. Okay. Ben jij de eerste. Nou, Anita, je bent weer bedankt. Het was weer leerzaam. Goed zo. Doei. Doei.